Kim, jij had een normaal leven daarvoor Ja. en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Wat dan? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Rijke hier hanteert. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording dat ik dacht dat kan niet. Dat. Excuseer. Excuseer, excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet sorry, wat er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry, echt. Sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld ja, seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet wel. Plus het feit als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want goed. Ja, dan zwijg ik liever. Excuseer. Excuseer. Ik ben thuis bij de excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, jij had een opmerking, een... Ik heb het zelf geschreven. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan overleggen als gebeuren is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Ergert u aan de half uur. Dit kan dus niet. Dit kan voor mij uitgelacht te worden vlak in het gezicht van het publiek. Even naar het Excuse me,